Waar zullen we beginnen? Bij de nederlaag of bij de 1-0 vlak voor rust? Nou, ik zou gewoon bij het begin van de wedstrijd beginnen. Zeg het maar dan. Nou, ik vond dat wij aardig in de wedstrijd zaten. Dat we hem gegeven moment redelijk gingen controleren. Resulteerde niet in echt uitgespeelde kansen, maar wel regelmatig in de buurt en in de 16 van de tegenpartij. Ja, toen kwam dat moment van die goal natuurlijk uit de lucht vallen. En het was wel een waardeloos moment. En het is natuurlijk ook comedy capers hoe die dan uiteindelijk goedgekeurd wordt. Het was een goal. Weet je, anders zegt die grensrechter niet dat het een goal was. Dus ja, dan kan je hoog of laag springen en dan kan je die scheids schuld gaan geven en weet ik het allemaal. Een goal is een goal. En dan moet je zorgen dat je zelf daarna het 2 gaat maken. Nou ja, dat hebben we heel snel recht proberen te zetten in de rust. Want ja, we hebben wel te maken met jonge spelers. En die jonge spelers moeten nog leren om geen excuses te zoeken, maar vooruit te denken. Dat moment is geweest en daar doe je niks meer aan. En jij zelf ook. Je hebt ook al in de rust heb je al besloten, ik ga me niet meer bemoeien met de arbitrage, het is gebeurd. Ook al lag het je misschien niet lekker. Jouw spelers waren er wel mee bezig. Zeiden zij dat hij niet zat of zo? Nee, helemaal niet. Ze waren dus bezig over het moment dat de scheidsrechter nog volgens mij 1,5 minuut door liet voetballen voordat hij op zijn beslissing terugkwam vanwege de grensrechter. Ja, dat is zuur, dat maak je nauwelijks mee, weet je wel. Voor velen, voor mij ook, is dit de eerste keer. Dus dat daar reacties op volgen is logisch, maar je doet er niks aan. Weet je, niemand heeft gezegd, die zat er niet in. En die grensrechter, die staat daarvoor, die is resoluut en die loopt naar het midden. Was hij dat ook al op het moment zelf? Stak hij meteen zijn vlag op wat jullie hebben meegekregen? Nee, maar hij liep wel heel resoluut naar het midden. Weet je, hij stak zijn vlag niet op, maar misschien werkte zijn piepertje niet of zo. Ik denk, het is misschien best handig om die scheidsrechter ook voor de camera te krijgen. Op welke manier hij daarmee omgaat. Ik ga die discussie niet aan met die mensen, want dat vinden ze nooit prettig. Maar dat was wel een bepalend moment. Maar aan de andere kant, een paar jaar geleden stonden we 2-0 achter. Tegen Scheveningen toen wonnen we met 3-2. Weet je, dus je hebt gewoon nog 45 minuten. Om de boel recht te zetten. En in mijn ogen hadden we die intentie ook. En hebben we hard gewerkt. En hebben we het echt geprobeerd. Alleen we dwingen voor gewoon veel te weinig af. En dat is eigenlijk al een tijdje het geval. Eigenlijk het hele jaar. En opnieuw vond ik ons niet de mindere ploeg. Maar uiteindelijk trek je wel aan het kortste eind. En dat aanvallende gebrek. De personificatie daarvan is toch wel Mo Fauzi. Teruggehaald mede om de goals die hij in het verleden zoveel maakte bij jullie. Wat is er met hem aan de hand? Want het lijkt wel of hij elke week worstelt. Ja, nou, hij worstelt inderdaad met zijn vorm. En we hebben natuurlijk ook niet alleen Mo, maar we hebben aanvallend nog meer problemen. En de ene keer dan spelen we met Denzel en de andere keer spelen we met Emiel naast Mo. En dan spelen we weer met een soort kerstboom. En we zijn gewoon zoekende. En je probeert ergens een houvast te creëren. Nou ja, dat heb je dan als je een potje wint. Maar dat houden we dan toch niet lang vol. En elke keer trekken we de conclusie, als we een potje winnen, niet dat we waanzinnig veel gecreëerd hebben, maar dat we dan zeg maar de meest gelukkige ploeg waren. En dat vond ik vandaag van Scheveningen. Die hebben echt, de laatste 5 minuten na, toen de wedstrijd eigenlijk gespeeld was, 2-0 stond, maar daarvoor hebben ze heel weinig gecreëerd. Hebben ze in mijn ogen ook niet echt veel laten zien. Niet meer dan wij hebben laten zien. Alleen het gaat uiteindelijk dat balletje in het netje gaat. En daar zijn we niet zo goed in op dit moment. Je mist houvast, zeg je. Waar ga je dat vandaan halen? Nou, ik mis niet houvast, want we hebben heel veel houvast. Ik mis doelpunten. Ik mis kracht in en rond de 16. Waar ga je dat vandaan halen? Jon-Joost Cornelissen die wordt maandag geopereerd, maar dat duurt nog even. Mike Verzanten is terug. Onderweg terug van de blessure, wat in principe een doelpunt te maken is. En ik hoop gewoon dat Emiel en Mo en Brian Brown en we hebben Tom ook nog in de tweede elftal. Dat die gasten het niveau gaan krijgen. Kijk, het is natuurlijk niet raar dat Emiel Wendt met zijn 19 jaar, dat hij nog zoekende is. Maar hij heeft keihard gewerkt en in mijn ogen naar behoren gepresteerd vandaag. Alleen ja, dan krijgt hij de grootste kans van de wedstrijd. En dat is ook vertrouwen, weet je, dan wil die stiften. Hè? Die moet het dak van de goal, die moet erin. En dat versnelt wel dat proces. En nu ben je weer terug bij af en dan wordt de druk weer opgevoerd. En nu moet ik de druk er weer afhalen van de week. En we kijken niet naar nu moet het, want we staan 1-0 laatste. Nee, we moeten nog 25 punten halen. En daar moeten we naar kijken.